Een stoptrein op weg naar Hoek van Holland is in de ochtendspits ter hoogte van Schiedam in botsing gekomen met de Rijn-express die van Hoek van Holland op weg was naar Rotterdam en Duitsland. Dit spoorwegongeluk in Schiedam, dat meer dan 20 mensenlevens eiste en waarbij tientallen reizigers gewond raakten, is het zwaarste na de ramp bij Harmelen in 1962. In het verwoeste compartiment reisden onder andere veel scholieren die op weg waren naar Vlaardingen. In één keer was het boem en stil en zat iedereen op de bankjes aan de voorkant waar je naartoe werd gesmeten. En ja, totale verwarring, verbijstering, geen idee wat er aan de hand was. Speculaties van misschien een koe op de rails, weet je, alsof daar een trein in één keer door stilstaat. En uiteindelijk met een groep mensen uit die coupé deur open weten te krijgen en naar buiten gesprongen. En ja, dan zie je wat er aan de hand is. Dan zie je ja, heel veel gewonden liggen, ledematen zelfs uit het metaal steken. Ik zag de gewonden liggen en net als ik, niemand deed iets. Een soort stolp over je heen. En het enige waar mensen het over hadden was, ik kom te laat op mijn werk. Waar kan ik hier een taxi krijgen? Hoe kom ik bij het station? Verdorie, dit, dat. En totaal verdwaasd. Zaterdag wordt het monument onthuld. En het raakt boers nog steeds. Ik dacht het van niet, maar nu ik hier sta, merk ik het van wel. Want het is toch, ja, wat je net al zei, hè? Bedoel, stap je één deur naar voren in, dan had je het niet meer naverteld. De kans dat je zoiets meemaakt is al heel erg klein. En dan de mazzel dat je er ongeschonden uitkomt. En ja, dat...